Inderdaad, kamervragen van Dylan Yeşilgöz om precies te zijn. En het gaat over deze man, over Steven Anderson. Dat is een haatprediker uit Amerika. Hij is van plan om naar Nederland te komen. Maar Dylan die twittert zojuist: haatpredikers komen in alle vormen voor. En deze gevaarlijke prediker vindt onder andere dat homo's moeten branden en dat de bloedige aanslag op een homobar in Orlando goed nieuws was. Nou, hij heeft wat ons betreft niets te zoeken in Nederland. Eerder hoorden we ook al het COC, de Homo Belangenorganisatie, die toch opriep om deze man niet naar ons land toe te halen. Want die zegt toch wel hele bizarre dingen over homo's. Ja, het gaat dus om een dominee uit Amerika. Debbie, wat vind je ervan? Moeten we die man hier naartoe laten komen? Hij mag mooi bij zijn Bob Ross schilderijtje van Bob Ross blijven staan. Wat mij betreft, nee joh. Dat is toch, lijkt me niet heel erg passen in ons land. Nee. Wouter? Hij heeft wel iets weg van een bear. Je niet? Een bear. Ja. De beren zien in de homo. Je denkt, als je het maar zou vragen, zou je hem daar aantreffen? Zou ik zeggen ja. Maar even serieus. Ja. Er zijn nu kamervragen over gesteld. Moet hij geweigerd worden? Ja, wat heeft zo iemand hier te zoeken? Ja. Je ziet bij een categorie mensen die eigenlijk niet zoveel kunnen dat ze hele extreme standpunten uiten om te zorgen dat ze aandacht krijgen. En misschien is dat bij deze meneer ook het geval. Ik denk niet dat hij veel te zoeken heeft. Hij komt uit Florida, begrijp ik. Is het mooi weer? Ja, weet ik. Is het mooi weer? Ik zou lekker daar blijven. Goed. En kamervragen dus van de VVD om daar ook voor te zorgen.